Welkom bij de Brabantse Straatkunstprijs. Vorige week zijn de 8 finalisten bekendgemaakt en daar gaan we nu aandacht aan besteden. Aan de kunstenaars en aan hun werk. In deze uitzending aandacht voor de eerste 4 en volgende week aan de volgende 4. En vanaf nu kan iedereen gaan stemmen op 1 van die 8 finalisten tot 17 oktober op straatkunstprijs.nl. Dit is de Brabantse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in Brabant. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt en mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte, maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Brabant trots is. Het werkt heel eenvoudig. Brabanders nomineren hun favoriete kunst op straat. En het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind oktober de Brabantse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op Omroep Brabant, in de kranten en op straatkunstprijs.nl. Ja, de Berchemse buffels, hier ga je meer dan glimlachen. Je raakt ontroerd, het is vertederend. Het suggereert een of ander dier te zijn dat daar, alsof er een soort historie van Berchem is waar zo'n buffel in voorkomt, wat natuurlijk een helemaal niet bestaand beest is. Een beeld wat iets voorstelt en eigenlijk ook niks voorstelt, omdat het ja, niet echt een hond is, niet echt een buffel, maar een beetje tussenin zit. De Berchemer buffels in de Berchemse wijk Piekenhof zijn met z'n vieren. Het is eigenlijk als het ware een kleine kudde waarvan de dieren zich op verschillende plaatsen in de wijk laten zien. Het zijn grote vriendelijke beelden die uitnodigen om ermee contact te maken en misschien op zoek te gaan naar de andere exemplaren van de kudde. Maar wat ik ook heel mooi vind, behalve dat het aandoenlijk en vertederend en ontroerend is, is dat Tom Klaassen altijd in staat is om een huid te maken aan, in zijn werken. Ik denk dat het is door de maakproces waarin hij met zijn handen vaak nog het beeld beklopt voordat het gegoten wordt, waardoor je iets heel tactiels krijgt en waardoor je ontzettend de neiging krijgt om het werk ook aan te raken. En dat zie je dus ook op de foto's. Als er foto's van zijn beelden gemaakt worden, zitten daar mensen ook aan. Moeten ze even aaien, even voelen, even. Nou, dat vind ik ook een kwaliteit van een beeld. Dit kunstwerk is van Influenza. Hij heeft een project gedaan waarbij hij stickers heeft gemaakt van handjes. En dit zijn 2 handjes, maar hij heeft er enkele duizenden door de hele stad geplakt. En die heeft hij allemaal gefotografeerd en ze heel snel achter elkaar gemonteerd, waardoor die handjes als het ware door de stad gingen lopen. Op een heleboel plekken zitten de handjes nog. En iedere keer als ik er één zie, moet ik lachen. Omdat ik weet wat eruit voortkomt. En omdat het een soort van verhaal vertelt over hoe je de stad kunt beleven op heel veel plekken. Het bijzondere van het kunstwerk is dat de kunstenaar die handjes niet alleen in Eindhoven heeft neergezet, maar ook in andere steden zoals Amsterdam, Paramaribo, St. Gallen, St. Christ, New York ook, dacht ik. Dus over de hele wereld zijn de handjes te zien en te beleven. En de toeschouwers die kunnen op al die verschillende plekken met die handjes hun eigen verhaal maken. En op al die verschillende plekken over de hele wereld gaan die handjes hun eigen leven leiden. Wat ik het leuke vind van dat beeld is dat het in je hoofd iets teweeg brengt. Dus dat een heel groot deel van het kunstwerk in je hoofd ontstaat. Ik vergelijk het met de Loesje-affiches. Dat het een idee in je hoofd plaatst of je aan het denken zet, waardoor je eigenlijk weer nooit met een schaterlach, maar wel met een glimlach verder fietst. En het is allemaal helemaal niet
groots en belangrijk. Het is juist in de kleinschaligheid en in de speelsheid waarmee het benaderd wordt, dat je anders naar die omgeving laat kijken. De Spiegel, een kunstwerk met de afmeting van een enorm bioscoopdoek, werd genomineerd door Pieter Bouwman. Als je kijkt, heeft het iets heel erg reflecterends. Ja. Ik denk dat dat ook de bedoeling is. Dat je een soort moment van bezinning daardoor krijgt. En inderdaad jezelf je geplaatst ziet in dat landschap. Wat je natuurlijk niet realiseert als je er gewoon maar in rondloopt. En nu zie je gewoon, daar sta je en dat is om mij heen. En dit is mijn plek daar binnen. Dat is toch meteen een scène uit een film. Dit is wel fantastisch dat je... Het is meteen een scène uit een film. Er staan hier twee mensen. En dan komt een auto. Wat heeft hij te vertellen? Een auto waar ze eigenlijk met een rug naartoe staan en die ze toch aanzien komen. Ja, ja. In een wonderlijk landschap. Wat ook grappig is, wij staan hier... Hè? Oh, net alsof wij in een prachtig landschap staan met mooi weer. Ja. Terwijl achter dit enorme ding komt er een partij wolken aan. Ja, dat is de hel. Wat dat betreft is het ook net een film. Ja. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als het inderdaad steeds meer in verval raakt. Of ook die spiegels gaan bollen of gaan... Want nu is het vrij onvertekend op die paar barsten daarna. Is het eigenlijk een vrij gave weerspiegeling nog. Ja. Ik weet niet hoe lang het er precies al staat. Zou het uitmaken? Vind je het ook dan mooier worden? Of denk je van op een gegeven moment is het gewoon ach, nebbes ding, moet het weg? Nee, ik denk dat het wel mooier wordt, eerlijk gezegd. Als de, zeg maar, de perfectie van de spiegel langzaam verdwijnt. En er dus nog een extra dimensie aan de weerspiegeling van het landschap en jezelf wordt toegevoegd. Je kunt ook zien hoe nat Nederland is, hè? Heel nat. Heel nat. Heel nat. Het is echt een beeld wat alle kanten op kan. Een beetje buitenaards, wat reptielachtigs. Dus, maar ja, en dan de vraag wat is het en waar is het voor bedoeld? Er zit ook geluid in het stuk. Ja, echt iets wat meerdere zintuigen prikkelt. Het geluid in Sonno House is geen vooraf gecomponeerd muziekstuk, maar wordt beïnvloed door bezoekers en passanten. Sensoren in het kunstwerk pikken bewegingen en geluiden op en zetten die om in nieuwe audiopatronen. Hierdoor verandert het geluid steeds en komt de compositie eigenlijk interactief tot stand. Ik vind het belangrijk dat er geluid zit bij een kunstwerk, omdat het iets extra's geeft. Je hebt natuurlijk een beeld bij een kunstwerk als je het ziet. Maar als er dan ook nog geluid bij zit, geeft het een extra dimensie en maakt het wat completer. Het alienachtige kunstwerk staat op een iets wat desolaat industriegebied. Midden tussen een aantal grote media- en ICT-bedrijven. Ja, dit kunstwerk ken ik als ik bij Omroep Brabant vanuit de kantine kijk. En ik heb ook altijd zin om daar naartoe te gaan. Het heeft iets warms, iets organisch. Je kan erin, je kan er naar luisteren. Dus het heeft voor mij wel wat. Ik vind het een beetje een alien in zijn omgeving. En dat heeft wel een beetje alsof het geland is. En dat vind ik af en toe mag dat. Omdat het zo'n niksige omgeving is. Met allemaal hele lelijke bedrijfspanden. Dus hoe meer alien, hoe beter eigenlijk. Dit waren de eerste vier finalisten van de Brabantse Straatkunstprijs. En tot 17 oktober kun je dus stemmen op jouw favoriet op straatkunstprijs.nl. En volgende week hebben we aandacht voor de andere vier finalisten. Tot dan! Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 17 oktober kun jij meebepalen welk kunstwerk de Brabantse Straatkunstprijs wint dit jaar. Ga naar de website om te stemmen of gebruik de gratis Straatkunstprijs Player om met je smartphone mee te doen.